ben hier op Vlieland. En hier heb ik met een reus gevochten. En dan niet zo'n grote, echte reus, maar een reus in mijn hoofd. De reus waar ik bang voor was, was dat mijn vader ziek was. Hij had een ziekte aan zijn hart. En die ziekte die maakte me bang. Die maakte dat ik me klein voelde. Ik was bang dat mijn vader in het ziekenhuis zou komen of dat hij niet lang meer zou leven. En ik was bang dat ik zelf diezelfde ziekte zou hebben. Toen ik voor deze Goliath kwam staan, heb ik geprobeerd om op mijn eigen manier dat gevecht te winnen. Ik heb kilometers gelopen over dit strand en door de duinen. Ik heb me zorgen zitten maken en vet veel nagedacht. Midden in mijn Goliath-probleem praat ik daarover met een vriend. En hij maakt iets bijzonders voor mij, namelijk deze steen in de vorm van een hart. En die steen die deed me denken aan de stenende manier waarop David zijn Goliath versloeg. Die deed dat niet door zich zorgen te maken of heel hard zijn best te doen en met veel wapens te vechten. David geloofde dat God bij hem was. En dat als God in een gevecht was, dat God altijd wint. En sinds die dag heb ik deze steen altijd bij me. En iedere keer, wanneer ik me nu weer bang voel, of als ik me weer klein ga voelen, als ik denk aan mijn Goliath-probleem, dan pak ik die steen uit mijn broekzak en hou ik hem vast. En dan helpt hij me om te denken aan wat David ook geloofde over God. Dat als God in een gevecht is, hij altijd wint. En zijn liefde is als een soort echo door mijn hele leven heen. Hoe dat klinkt, dat is zo. Ik hou van jou. 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 Ik hou van jou.